Ja, we gaan door met heftige beelden van de mishandeling van een koffieshop-eigenaar in Rotterdam. Die 56-jarige koffieshop-eigenaar heeft vrijdagavond 9 mei in zijn zaak gewerkt en gaat iets na middernacht naar huis als het volgende gebeurt. De man woont in Rotterdam in de wijk Oud-Sjaarloos en heeft daar net zijn auto geparkeerd aan de Bon- en Meeswerf. Als we deze twee mannen zijn richting alvast zien oplopen. De koffieshophouder loopt hier op ons af. Hij heeft nog niet door dat hij wordt opgewacht. Tot de twee mannen op hem afstormen en hem onmiddellijk beginnen te mishandelen. Dat gaat uiterst gewelddadig. Uiteindelijk rennen de mannen weg met een oude Nokia-telefoon. Maar belangrijker, ook de dagomzet van de koffieshop wordt uit de jaszak van hun slachtoffer gegrist. Ja, heel beangstigend natuurlijk als je bij je huis wordt opgewacht. Hier nog een keertje de beelden van die zware afranseling. Koffieshop-eigenaar is gelukkig niet zwaar gewond geraakt. En de daders, ja, die zijn natuurlijk niet echt duidelijk te zien op deze beelden. Maar er zijn betere beelden. Want een paar minuten voor de overval hebben die daders in een steegje bij het huis van hun slachtoffer gestaan. En daar hadden ze even niet door dat er een camera hangt. De kleuren zijn wat vertekend, lichter dan in werkelijkheid. Ze staan even verdekt met z'n tweeën opgesteld en de rechterman kijkt op zijn telefoon. Hij loopt dan naar ons toe en schrikt hier dan dat er een camera hangt. En dus gaan de twee weer weg om even later de overval te plegen. Beide daders zijn 25 à 30 jaar, schatte het slachtoffer. De rechterman, dader 1, was licht getint, had een bol gezicht, kort zwart haar, was gespierd en liep met O-benen, zag het slachtoffer. De ander, dader 2, is donker getint. Zijn gezicht is nauwelijks te zien, maar hij lijkt wat langer en vooral zijn jas met letters op de achterkant wordt misschien door iemand herkend. U ziet de jas hier van voren als ze over de Bon- en Meeswerf lopen. Op de linkerborst zit een logo. Kunt u meer vertellen over deze mannen in Rotterdam? Bel de tiplijn